Kraai? Ja. Vertel het eens. Ja. 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 Ja, ja, vertel eens wat die weddenschap inhoudt. Oh, ja. Nou kijk, ik heb... Wordt het eruit geknipt of ja, kan nee, ik... Ja, nee, dit zenden we uit. Ja. Dit zenden we uit. Nou, ik heb aan de AVRO en aan jou, dat weet je, je hebt me gebeld. Ik heb gezegd, oké, ik doe het graag, maar ik wil mijn eigen man zoeken. Ja. Zelf iemand zoeken die ik interessant vind. En nou heb ik iemand gevonden. Ik heb me werkelijk 4 weken ben ik door Nederland heen en weer gereisd. Waarom lach je dan? In de taxi. En ik heb iemand gevonden met een permatologisch geheugen. Dat wil zeggen dat elk geluid wat hij hoort, registreert hij en houdt hij vast. Ja. Nou, het moeilijkste geluid wat we kunnen vasthouden, dat is het snelle geluid van de computer. Ja. En deze man, in elke taxi, is een computer gebouwd. Dat kun je horen. Wagen 24. He, dan weet je dat. Het is wagen 24. Maar dat weet je alleen maar als je in die wagen zit. Ja. Maar die man weet elke wagen te vinden als hij hem hoort in Rotterdam. Maar, John, ja, daar moet ik dus bij zeggen dat je dus je hebt een centrale waar dat op binnenkomt. Ja. En dan ligt er op een vlakje, ligt er opeens wagen 24 op. Dus je kan het aflezen. Nee, 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 hij niet. Hij zit in die wagen, hij hoort... En hij weet het. Dus hij heeft dat oplichtende cijfertje, wagen 24, heeft hij nee, niet nodig. Ik heb het ontdekt, omdat die man op een gegeven moment hoorde... Dirk, wat is er aan de hand, Dirk? Goed. Zo nou, ging het. Dus, even recapitulerend. Deze man, die komt uit Rotterdam, hij heet Chris Smit... En die beweert dat hij van alle 580 taxis in Rotterdam alle plops kan herkennen zonder dat hij naar het oplichtende vakje in de centrale kijkt. Dus plop is dan 24 en plop dat is 146 en ga zo maar door. Kraai zegt dat het kan. Foutloos. En dat, we hebben hier natuurlijk niet die honderden taxis staan, want die meters die tikken nog lelijk door, hè, allemaal. Dus dat gaat niet. Maar we hebben er 25 uitgekozen. Die staan in de hal hiernaast met 25 echte taxichauffeurs erin. Deze Chris Smit weet natuurlijk niet dat, welke 25 taxis dat zijn. En ik zou graag willen weten, wat denkt de zaal? Lukt hem dat of lukt hem dat niet? 62% zegt dat lukt Chris Smit wel. En 38% heeft daar barre twijfels over. Wat denkt het panel, meneer Van der Steen? U zegt nee. Nee, kan niet. U zegt nee. Martine zegt ja, positief. Jij zegt uiteraard ja, Kraai, want anders dan mag je niet meedoen. En Frans, wat zei jij? Mag hij een foutief antwoord verbeteren? Wat? Nee. Of moet je het in één keer goed doen? Nee, 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 nee. Nee, dus ja of nee? Nee. Dus ik heb 1, 2, 3 neetjes en 2 jaartjes. Wat is jouw tegenprestatie, John, als je het verliest? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar, ik wil toch graag weten nou. Okay, nee, nee, yes. Maar ik heb een hekel aan stofzuigen. Verschrikkelijk afwassen. Dat zijn, als mevrouw wel eens ziek is, dan moet ik dat doen. Ja? Ik heb een hekel aan ramenlappen. Verschrikkelijke klussen vind ik dat. Dat zal ik doen. Bij jou thuis. Ja, ik ben daar gek hier. Nou, het is of ik hem verlies aan die weddenschap. Ik heb zo'n proper woningtje, hè. Ik zal vragen of de koeien van boer van Beieren bij mij thuis willen komen. Om nog eens lekker uit te plassen. En dan nodig ik jou uit om de boel schoon te krijgen. Jaksa, je krijgt het klein. Ik hou je eraan. We zullen kijken of het wil lukken. Hier is Chris Smit uit Rotterdam. Hallo Chris. Ik zou bijna zeggen, zou je deze weddenschap willen verliezen voor me? Want ik kan wel een goede werkster gebruiken. En ik heb... Ja, Omer, ik heb hele goede, maar ik maak een rotzooi bij me thuis. Wat levert Jij bent het op? De laatste. Wat levert het op? Nou, wat levert het op? Zie je wel. Echte taxibedrijven weer meteen die meter weer tikken, hè? Wat levert het op, zegt hij. Ik heb daar een blinddoek. Want dit is, ik weet niet of je het thuis kunt zien, maar we hebben zo'n echt centraletje hebben we hier. En dat is dan ingebouwd in een decorsetje. Maar zo ziet het er bij de taxicentrale ook uit, hè? Ja, dat klopt.
Tegenwoordig is alles dus gecomputeriseerd bij de taxi. Dus als je opbelt en zegt van, ja, we komen Utrechtse Dwarsstraat, daar woon ik dan. Hè. Dat zeg ik alvast voor John. En dan zeggen ze, ja, hij komt eraan. En dan wacht je dus 3 kwartier en dan komt die wagen inderdaad. Want jullie hebben in Rotterdam maar 580 taxis. Zijn er maar 500. Maar dat is te weinig, hè? Of is dat genoeg voor Rotterdam? Het is toch wel genoeg? Maar het is in Londen en in New York, als je op straat loopt, dan zoeven die wagens voorbij. Dat hoef je maar zo te doen en ze komen eraan. Ja, maar je kan rond Londen natuurlijk niet gaan vergelijken met Rotterdam. Daar heb je gelijk in. Rotterdam is een grotere zeehaven. Hè? Dat bedoel ik. En daar komen dus hele knappe taximensen vandaan. Ga jij eens op die vreselijke zweetplek zitten? Chris? Hoe lang zit je al in het taxiwezen? 9 jaar. 9 jaar? Ja. En jij beweert dat je aan al die plop kunt horen, ja, wat zeker. Het is. Ja, dus jij kijkt nooit op je oplichtende bordje? Nou, ik doe het wel natuurlijk, want ja, je kan natuurlijk niet gaan zitten twijfelen. Nee, dat is zo. Nou, daar gaan we dan. Ik bind jou even dicht. Inmiddels wordt het centraletje aangezet. En lekker hard gezet, dat je het goed horen kan. Zit je goed in de klittenband nu? Prima. Mag ik u vragen, ook in de huiskamer, je weet nooit hoe het helpt met de tegenwoordige techniek, om stil te zijn, want hij moet zich op dat geluid kunnen concentreren. 25 taxis. Chris, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Dan gaat de weddenschap nu in. De eerste wagen graag. 3,32. Dat is goed, 3,32. De volgende auto. 2,15. Hoe is het mogelijk? 2,15. De volgende wagen. 660. Sorry, 670. Ja, ja, goed, goed. De 172. Ja. 3,14. Hoe is het mogelijk? Ja, prima. Nog eens. 3,15. Ja. Volgende. 5,23. Goed. 5,23. Nee, echt niet. Ik weet het wel mooi. Zenuwen. Mooie is dat ik ook in de aap gelogeerd ben, want ik krijg dus kraai met sponsen en borstels en bezems bij me thuis. Er is niet altijd gerechtigheid op de wereld. Nee. Ik ga even kijken, Chris, je hebt het evengoed fantastisch gedaan, want al herken je nummer 1 is dat al knap. Nou ja. Willy van der Steen zei nee, die krijgt alle ja-punten erbij. Fanny Blankenskoen zei nee, krijgt alle ja-punten erbij. Martine krijgt weer niks. Weer niks. John heeft net van zijn disaster vernomen. En Frans zei nee en krijgt ook alle ja-punten daarbij. Nou, niet getreurd, Chris Smit uit Rotterdam. Hier is de bokaal, je hebt hem zeer verdiend. En het pasje voor het eten, de show en de reis naar de Verenigde Staten als je dat wint. Hartelijk bedankt dat je hebt meegedaan. Bedankt. We gaan nu even naar Sandra toe voor meteen het derde en het vierde rondetje van Telelot.